Juist in deze onzekere tijden is het belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten, te informeren en te inspireren over hoe we het morgen slimmer en beter kunnen doen. Welkom bij de livecast van Pakhuis de Zwijger. Hoi allemaal, goedenavond en leuk dat jullie kijken naar deze livecast vanuit Pakhuis de Zwijger, georganiseerd door Speak over beeldvorming van moslima's in de media aan de hand van een onderzoek van fotograaf Chidem Yüksel. Je zit aan tafel met mij, ik ga zo meteen met jou in gesprek. Deze avond gaat als volgt. Wij hebben drie onderdelen. De eerste is met fotograaf Chidem Yüksel over haar onderzoek. En ik heb ook bij mij aan tafel professor, dokter. En ik ga de hele tijd professor zeggen, want dat vind ik echt super vet. Sarah Bekke. Over het gevolg van wat er nou gebeurt met moslima's in al deze foto's die jullie zo meteen langs zien komen. En daarna zit aan tafel Bas van Beek, directeur van het ANP, de grootste Nederlandse beeldbank. En Gerard de Kloet, chef NOS Online. Er zijn ook een aantal dingen die jullie kunnen doen vanavond. Ten eerste, je kan je vragen stellen in de Zoom. Als je de livecast kijkt en je wil meedoen, schakel vooral over naar Zoom. Ik zie jullie vragen hier op een iPad voor mij en die kan ik dan stellen aan onze gasten. En als je het onderzoek zou willen downloaden, dan kan dat. Ga naar wii-speak of scan deze QR-code. Volgens mij ben ik door alle administratie heen. Hallo, goedenavond. Hoi. Hoi. Terwijl iedereen sourdough ging bakken en bananenbrood, dacht jij, weet je wat, ik ga een probleem in de Nederlandse media oplossen. Ja, ja. Hoe ben je op het idee gekomen voor dit onderzoek over moslima's in beeldvorming? Ja, ik wat dat betreft kwam corona heel goed uit. Lekker achter mijn laptop. Ik ben me gaan afvragen welke beelden er nou de afgelopen 30 jaar van moslima's worden aangeboden aan de Nederlandse media. Ja. Ik ben zelf fotograaf en als fotograaf heb je macht. Je hebt de macht om een bepaald beeld neer te zetten van degene die je fotografeert. En ik stoor me eigenlijk al jaren aan het stereotype clichébeeld van de moslima, wat constant terugkomt in de media. En ik dacht, laat ik eens kijken naar de plek waar de meeste Nederlandse media hun foto's vandaan halen. En dat is in de meeste gevallen het ANP. Het ANP heeft een enorm beeldbank. En ik ben gaan kijken wat er nu de afgelopen 30 jaar aan foto's te zien is van moslima's. Ik heb toen specifiek gezocht op de zoekterm moslima. En ik heb gekeken, wat zie ik op deze foto's? Hoe zijn deze vrouwen gefotografeerd? En ik heb 7 fotografen geïnterviewd om te vragen van, ja, hoe kom je eigenlijk tot deze foto's? Hoe kom je tot bepaalde omschrijvingen en zoekwoorden die bij die foto's worden geplaatst? Nogmaals, dus voor de kijkers, je kan dit onderzoek downloaden. En voor de mensen die het niet weten, hoe ziet zo'n beeldbank eruit? Wat zijn de termen die je in kan tikken, et cetera? Zeg maar, wat zie je als je naar ANP gaat? Ja, het ANP is dus een enorm beeldbank. Heel veel nieuwsredacties, zoals de NOS, de Volkskrant. Verzameling van foto's eigenlijk. Ja, dus redacties gaan vaak op zoek naar foto's in een beeldbank om een illustratie te vinden voor de artikelen die zij publiceren. Mm-hmm. Dus het ANP is een enorme beeldbank waar je online op zoek kan gaan naar foto's over allerlei onderwerpen. Dus dan ben ik van een nieuwsredactie en dan ga ik naar ANP en dan heb ik een artikel. En dan is het mijn taak om aan de hand van wat in die beeldbank staat dus een foto te pakken en bij een artikel te linken. Nou ja, het is aan jou de taak om een bijpassende foto te vinden bij het artikel wat je wil publiceren. Mm-hmm. Ja. En jij hebt dus gekeken naar alles dat onder een soort van moslima valt in de brede zin. Wat viel jou op in de foto's die je vond in die beeldbank? Ja, heel globaal. Wat mij het meest opviel was, als ik naar de meeste van de foto's kijk, is dat het vaak foto's zijn van moslima's die ergens op straat voorbij lopen. We zijn aan het shoppen. Op een markt lopen, in een winkelstraat, in een park zitten. Het is heel passief. Ja. En ik heb ook geanalyseerd en geconcludeerd dat op slechts 1/3 van alle foto's de moslima's volledig herkenbaar, dus het gezicht volledig herkenbaar, beide ogen zichtbaar op de foto staan. En dus dat 2/3 of een deel van het gezicht of helemaal niet herkenbaar. En als ze dus echt herkenbaar op de foto staan, dan is het meestal een serieus gezicht. Ja, want het is heel veel van ver af, hè? In de zin van, het lijkt
Gewoon, oh, ik zie er één. En dan klik. Ja, ik noem het zelf de safari-foto's. En dat is echt niet, ja, dat is echt niet iets wat ik van tevoren had bedacht. Ik keek naar deze foto's en bij al die foto's dacht ik... het lijkt wel alsof ze gespot worden. Dus het is net zoiets dat als je naar Afrika in de jungle op zoek bent... naar diersoorten. Mm-hmm. Dat gevoel bekruipt me wel als ik naar de meeste van deze foto's kijk. En dan winkelende diersoorten. Winkelend op de markt. En Sarah, jij bent professor sociologie van gender en seksualiteit bij de UvA. Ja. En jij kan eigenlijk aan ons uitleggen wat er dan gebeurt als mensen die foto's bekijken. Vanuit jouw professionele oogpunt, wat doet dit met mensen als ze constant die safari-foto's zien? Ja, beeldvorming, het woord is al gevallen, er is macht mee gemoeid. Hè. Beelden kunnen heel machtig zijn, woorden kunnen machtig zijn, beelden kunnen heel machtig zijn. En ik wil eigenlijk twee dingen benadrukken bij de macht van beelden. Ten eerste beelden over onszelf en over anderen. Die vormen onze persoonlijkheid en onze relatie tot onszelf en tot die anderen. En daar zijn heel veel voorbeelden van, maar ik wil toch even een schrijnend oud gekend voorbeeld bijhalen van de zogenaamde doll-test. In de jaren 40 psychologen professor Kenneth en Mamie Clark, die aan kinderen zwarte en witte poppen toonden en hun vroegen waar dat voor stond. Wie was slim, wie is mooi. En daar zagen we dus heel schrijnend dat een grote meerderheid van kinderen de witte pop mooi vindt en slim. En die zouden ze willen zijn. En dus ook van de zwarte kinderen. Deze test is op heel veel manieren opnieuw gedaan sinds de jaren 40. Ik beeld mij soms in wat deze test in Nederland nu zou opleveren als er een pop aangeboden werd met een sluier en een pop zonder sluier. Wie is vrij, wie is slim, wie kan haar leven leven zoals ze wil. En dat daar kinderen van allerlei achtergronden, ook van moslimachtergronden, waar hun moeder een sluier draagt, zal wijzen naar die ongesluierde pop van die is slim en die weet meer en die kan haar leven leiden zoals ze wil. En ik vind dat, dat zijn schrijnende dingen. Dus dat is één dimensie van die macht van beelden. Een tweede dimensie die ik zou willen benadrukken is dat... Kijk, beeldvorming zit vol met stereotypen, allerhande, aan alle kanten. Iedereen van elke bevolkingsgroep kan je stereotypen inbeelden. Soms blijft dat oppervlakkig, maar niet onschuldig. Ik vind niet dat er veel onschuldige beeldvorming is, maar soms blijft het oppervlakkig. Maar in vele gevallen zien we echt een diepe systematiek. En ik denk wat er nu aan de hand is met de beeldvorming van moslima's in Nederland, maar ook breder in Europa en van moslims in het algemeen, is echt het systematisch problematiseren van een deel van de bevolking. En een van de effecten daarvan is een soort van dehumanisering. En als ik Chidem hoor praten over de gezichten die niet herkenbaar zijn, een gezicht dat niet herkenbaar is, kan je makkelijker dehumaniseren, ontmenselijken. Want je herkent, je ziet geen ogen, je ziet geen... En dus dehumanisering is een probleem. En dehumanisering, een volgende stap is... geweld. Dehumanisering geeft een vrijkaart voor geweld. En ik denk dat we dat in Nederland ook gezien hebben. Bijvoorbeeld het rapport dat onlangs uitgekomen is over door het meldpunt voor islamofobie. Over wat het verbod op gezichtsbedekkende kledij gedaan heeft in Nederland. Is ervoor gezorgd dat er meer vormen van geweldpleging, symbolisch of echt geweld, tegen vrouwen tegen vrouwen die een niqab dragen. Maar dat wordt dan ook soms allemaal een beetje op één hoop gegooid. En dat is dan een spectrum. En dan gewoon ook tegen vrouwen die een hoofddoek dragen. Dus geweld, ontmenselijking en geweld. Ook in de volksmond het boerka-verbod, hè? Terwijl het ook gaat over integraal helmen, bivakmutsen en dat soort dingen. Wat mij ook opviel, als iemand die een hoofddoek draagt... dit zijn allemaal gesluierde vrouwen. Maar niet elke moslima draagt een hoofddoek. Ja. En jij hebt het even in een handige pie chart gezet voor ons. Vertel ons meer. Ja, uit mijn analyse blijkt dat 82%... dat op 82% van alle foto's vrouwen staan met een hoofddoek. En op 13% vrouwen met een niqab. En op slechts 5%
ongesluierde vrouwen, vrouwen die geen sluier dragen. Nou, dat is natuurlijk een enorme oververtegenwoordiging van vrouwen die bedekt over straat gaan. Met ja, al is het met een niqab of een hoofddoek. Zoals je ook ziet in de tekst daarnaast. De werkelijke percentage van vrouwen die een hoofddoek dragen ligt natuurlijk veel lager. En vooral bij de jongere vrouwen ligt dat nog lager. Ja. Dus als je kijkt naar de beeldbank van het ANP, dan wordt er een wereld geschetst waarin de moslimvrouw altijd gesluierd door het leven loopt. Dat is natuurlijk niet zo. Nee, laat ik het ook even voorlezen voor iedereen. Volgens SCP-onderzoek droeg in 2015 78% van de Marokkaanse Nederlandse moslima's een hoofddoek. En 29% van de Turkse Nederlandse moslima's. En ook nogmaals, dus niet elke moslima is Turks of Marokkaans. Bij de groep Turks-Nederlandse moslima's is er een groot verschil tussen oudere en jongere moslima's. Van de jonge Turkse moslima's, 15 tot 24, draagt een kwart een hoofddoek. Tegen bijna drie kwart van de Turkse moslima's van 45 of ouder. En ook niqab-dragers, volgens mij, is iets van rond de 300. Ja, er zijn maar 350 vrouwen in Nederland die een niqab dragen. Ja, dus als je nagaat dat 13% van de beeldbank bestaat uit vrouwen die een niqab dragen, dan is dat een bijna enorme allemaal. Ja. Maar dat heeft natuurlijk, ja, dat kan je natuurlijk ook uitleggen met, we hebben het burka-verbod gehad, er zijn debatten geweest in de Tweede Kamer. Dat is natuurlijk ook een reden waarom fotografen daar enorm op gefocust zijn. Maar worden zij dan ook gebruikt voor artikelen over extremisme, salafisme? Ben je dat ook tegengekomen? Ja, ik heb niet gekeken naar waar de foto's uiteindelijk gebruikt worden. Dus ik heb niet gekeken naar bij welke artikelen worden ze uiteindelijk geplaatst. Ik heb puur gekeken naar wat biedt het aanbod aan. Ja. Ja. En nogmaals, als je wil meelezen met het onderzoek, kan dat. Je kan het downloaden bij We-Speak. Sarah. Professor Sarah. Is die moslima altijd gesluierd in het hoofd van mensen? Is dat die beeldvorming die constant terugkomt? Een moslima heeft een hoofddoek op, heeft wellicht een niqab op, wat wij vaak foutief burka noemen. Ja. Nou, ik denk dat die verbeelding van een moslima heeft een hoofddoek en een niqab. Wat daar speelt, is dat je op die manier vanuit de Nederlandse cultuur dan bekeken, dat je iemand als heel anders ziet. En dus een soort van projectie hebt van dat zijn mensen die anders zijn dan wij. Dus wat daar aan de hand is, is een soort van heel schep wij, zij denken. En die hoofddoek is in dat in andere contexten zou dat andere symbolen of kenmerken kunnen zijn. Maar ik denk in de Nederlandse context, in relatie tot islam en moslimvrouwen, is dat die hoofddoek geworden. Is hoofddoek dan ook, want ik lees elke dag het nieuws, en dat is vaak inburgeringscursus, taalachterstand. Is het ook gewoon heel makkelijk, dat is buitenlands? Voor mensen? Ja, ik bedoel, anders kan verschillende dingen zijn. Inderdaad, buitenlands. En dat blijft buitenlands. Zelfs al heeft Nederland een geschiedenis met islam die ondertussen een paar eeuwen teruggaat. Maar dat blijft anders. Dat blijft niet deel van Nederland uitmaken. Kijk, een deel van het werk dat ik gedaan heb met een collega is kijken naar de soort van representaties die we in Europa overal zien terugkomen als het over moslims gaat. Niet moslims in het bijzonder, maar moslims in het algemeen. En daar vinden we bijvoorbeeld heel sterk het beeld van het paard van Troje. The Trojan Horse. En dus dat beeld van het paard van Troje is letterlijk, dit is iets dat niet bij ons hoort. Ze komen hier onschuldig en als het eenmaal binnen is, dan. En dat neemt hier over. Ja. En dus die verbeelding van het paard van Troje, dat zien wij ook heel vaak terugkomen. En ik denk dat de hoofddoek is in dat soort van beeldvorming vastgeraakt. Dus dat staat voor anders, hoort niet bij ons, buitenland, maar niet bij ons. Ja. Ja. En een schrijnend voorbeeld dat jij me tegenkomen in jouw onderzoek is dat zo hardnekkig is dat ook redacteuren daar specifiek op vragen bij sommige opdrachten. Je kan je natuurlijk afvragen, hoe komt het dat 82% van de moslima's die in die beeldbank te zien zijn een hoofddoek dragen? En ik heb het de fotografen gevraagd. En dan blijkt toch dat zij denken dat fotoredacteuren op redacties willen dat in één oogopslag te zien is dat het om een moslim gaat. Dus ik heb een fotograaf gehad die zei, ik kan wel een vrouw fotograferen zonder een hoofddoek, maar dan
ja, ze kan een moslim zijn of ze kan geen moslim zijn. Dus dan ga je liever voor een vrouw met een hoofddoek. En hier dit voorbeeld is, hè, fotografen worden soms vanuit de redactie, wordt daar expliciet om gevraagd. Dat er vanuit de redactie wordt gezegd, ja, maar ik zie hier niet dat deze vrouw een hoofddoek draagt. Dus ik zie niet dat dit een islamitisch gezin heeft, ja. Is. Zou zij een hoofddoekje kunnen dragen? Dat zijn natuurlijk allemaal signalen waarmee we eigenlijk met z'n allen een bepaald beeldvorming in stand houden. Wat natuurlijk niet strookt met hoe de Nederlandse samenleving nou echt in elkaar steekt. Ja, laat ik ook een stukje voorlezen weer. Dit is een fotograaf. Ik heb toen een islamitische familie gefotografeerd van Kosovaanse afkomst. Ja, zei de redactie, dan moet ze wel een hoofddoekje dragen. Hoofddoekje, ook interessant. Ja. Dat is natuurlijk ook bizar. Omdat ze islamitisch is, moet ze een hoofddoekje op. En Sarah, dit is iets dat ik terug zie komen. Je, het verkleinwoord je. Heb jij daar een analyse op? In ieder geval, het is ook bijna een bijnaam. Hey, hoofddoekje. Ja. Wat het zeker doet, is het, het opnieuw een stukje ontmenselijke, om een groot begrip te gebruiken, maar je maakt mensen kleiner. Hè? Ik bedoel, wel een hoofddoek dragen of geen hoofddoek dragen, dat zijn serieuze beslissingen. Daar zit van allerlei diepgang persoonlijk, achter. Ja. En op dat moment ga je dat zo eventjes. Ja. Dus ja, dat maakt mensen kleiner, maakt hun levens kleiner, maakt hun keuzes kleiner. En ook behapbaar. Je hebt verder geen hobby's, je hebt verder geen identiteit, ja. Persoonlijkheid. Het enige wat jij bent, je is bent een hoofddoekje. Te reduceren en als je die niet draagt, dan nemen we er eentje voor je mee. Eigenlijk blijkt uit jouw onderzoek. Ik heb de afgelopen maanden een heel klein, niet officieel, toch interessant onderzoekje gedaan naar corona-artikelen in combinatie met iemand met een hijab. Het viel me eigenlijk op vanaf februari dat ik dacht van, hey, ik zie eigenlijk nooit moslima's bij nieuwsfoto's. Of ja, heel erg af en toe. Wat toevallig dat we nu zoveel hoofddoeken en mondkapjes fotograferen en bij nieuwsartikelen zetten. Ik zit nu op 100 plus artikelen, hier een kleine greep. En het is niet alleen in Nederland, er zijn ook opiniestukken in Oostenrijk, Saudi-Arabië, Engeland, India. Steeds meer journalisten viel het op dat er een patroon was bij, opeens zijn er heel veel foto's van moslima's. En dan in combinatie specifiek met corona-artikelen. Chidam, dit zit niet als specifiek stukje in jouw onderzoek. Nee. Maar het is wel opvallend in de zin van, het heeft weer allemaal een hoofddoek op. Ja, het is opvallend omdat, hier heb ik natuurlijk zelf geen onderzoek naar gedaan, maar het is een observatie van mezelf. De onderwerpen waar foto's worden gebruikt van vrouwen met een hoofddoek is natuurlijk, is het standaard rijtje, namelijk over integratie, inburgering, de islam. En het is heel opvallend als er nu opeens heel veel foto's worden gebruikt bij corona van vrouwen met een hoofddoek, die we normaal gesproken bij andere onderwerpen niet zien dan het stereotype onderwerp waar ze altijd onder vallen. Dus ja, je zou hier eigenlijk een apart onderzoek naar moeten doen. Wat me wel opvalt aan de beelden is dat het weer van die spotbeelden zijn. Dus vaak op een afstand. Winkelen in iemand het park. Met een mondkapje, hop, gespot. En die hebben we ook weer meegenomen. Dat is wel wat ik herken in het soort foto's. Kijk, het zou denk ik minder een probleem zijn als we ook moslima's zouden zien bij coronaberichten over ziekenhuispersoneel. Over ouderen die hun kleinkinderen of die hun ouders niet meer kunnen zien. Over een oma die vanuit haar eigen huis eigenlijk buiten naar haar kleinkinderen aan het zwaaien is. Ja, die beelden zien we niet. Nee, professor, het is mij ook opgevallen dat binnen dus hijab en mondkapje er ook heel veel theorieën bestaan binnen bepaalde politieke bewegingen, dat een mondkapje het begin zou zijn van de islamitisering van de samenleving. Dat de volgende stap een burka is. En et cetera, et cetera, et cetera. En dan denk ik, dit is heel opvallend en ik wil er niks achterzoeken, maar het speelt wel een bepaald beeld in de hand. NOS-journaal dat beelden laat zien van Plein 4045 met alleen maar moslimvrouwen, nadat Rutte heeft gezegd dat mondkapjes misschien verplicht zijn. Moeten journalisten en beeldredacties de beeldvorming rond een groep ook in acht nemen, als ze dat vinkje doen bij diversiteit? Is dat iets waar mensen ook op getraind moeten worden?
Ja, simpel antwoord. Ja, want ik vond het ook opvallend. Ik heb ook nog niet het systematische onderzoek gedaan. Maar ik denk veel van de collega's die ik ken vonden het bijzonder opvallend bij de coronaberichtgeving. En de wijze waar ik erover denk is... Nou, er zijn twee dingen. Wat ik daarnet al zei van het paard van Troje. Dus als je een deel van de bevolking zo gaat problematiseren op zo'n systematische manier en het echt wil voorstellen als het is niet van hier, het komt niet van hier, het komt onze grenzen binnen, we proberen de grenzen te sluiten en het komt de grenzen binnen en het komt hier overnemen. Ja, het idee van een virus is daar eigenlijk één manier om dat voor te stellen. Dus dat vond ik heel opvallend. Na al mijn analyses van de paard van Troje beelden dacht ik van, oh, nu zitten we aan de virusbeelden. Maar het is min of meer dezelfde boodschap. Het is een gevaar van buiten dat deze samenleving komt aantasten. Dus dat is één manier om het te bekijken. En ik denk, ja, ik moest even mijn ogen rollen en lachen, maar wat je zegt inderdaad over die ideeën over islamisering, ja, die hangen daar natuurlijk mee samen. Dat de mondkapjes het begin van de islamisering verplichte bedekking zouden zijn. Ja. Is gewoon, ik heb er zelfs bijna geen woorden voor. Ik bedoel, we weten, ondanks wat sommige andere mensen in dit land zeggen, maar vanuit de wetenschap weten we dat we meer bewijsmateriaal hebben dat mondkapjes toch wel helpt, toch iets uitmaakt. En dus dan ga je dat soort van wetenschappelijke inzichten met alt-facts overheen walsen. Omdat je wakker ligt van de islamisering van Nederland. Dat zijn, weet je, eigenlijk moet je hier bijna psychoanalyse op loslaten. Dit zijn wilde fantasieën. Dit zegt veel meer over de angsten, de diepe angsten van wit Nederland dan dat het over moslims. En wellicht ook een stukje onmacht. En zien we controle kwijt over de samenleving. Laten we een duidelijk probleem presenteren, namelijk dit. Ik heb een paar vragen en opmerkingen van mensen. Dragen dit soort gezichtsloze beelden niet bij het orientalistische idee van de mysterieuze exotische vrouw? In de zin van dat beeld van die ogen, die kennen we van de niqab. Nu zien we steeds meer mensen met een mondkapje en die ogen. 1 en 1 is 2 wellicht. Andere is, dit is mij ook opgevallen. Er zijn zelfs foto's in het Zeeuws Dagblad gebruikt van moslima's met hoofddoek uit Iran. Nou, ik had een van mijn favoriete artikelen was Brazilië, waar echt 1% van de bevolking een hoofddoek draagt. Waar een nieuwssite over corona in Brazilië iemand met een hoofddoek had gebruikt. En Vlaamse media uit mijn hoofd had het bombardement van het virus met een moslima. En het raakt de armste in de samenleving met een moslima. En een artikel over Tilburg-Noord was met picknickende moslima's die gesluierd waren. Je kan geen baan kwijtraken die je niet hebt. Tot zover mijn analyse over dit onderwerp. Professor, u verlaat zo meteen onze tafel. Heeft u afsluitende woorden voor onze kijkers? Om even in te gaan op de vraag over orientalisme. Ja, dus veel van deze beeldvorming gaat terug. Ja, heeft een langere geschiedenis. En daar zitten orientalistische ideeën in van dat mysterieuze. Maar ook, ik wil nog even, zo ga ik afsluiten, op die ontmenselijking, op die dehumanisering. Van ja, er zit een stuk mysterieuze in. En wat op zich ook al, als je iemand zo anders maakt, is het dus niet dezelfde mens als jij. Zelfs al klinkt het soms positief van, oh, exotisch en mysterieus. Dat is ook een vorm van ontmenselijking. Maar veel van de beelden die ik gezien heb uit jouw onderzoek, is het een andere vorm van gelaat niet zien? Is het een soort van, ja, het is een schim, het is een figuur. Ik ben Kijk bijvoorbeeld spook. Dat beeld ja. daarvan. Is het wel echt een mens? Die ontmenselijking is verontrustend. Ja. Daar wil ik mee eindigen. Dank u wel. Wij gaan van tafel wisselen. Zometeen schuiven Bas en Gerard van respectievelijk ANP en NOS aan. Professor, dank u wel. En we gaan even naar een filmpje kijken over Speak. Laten we er geen doekjes om winden. Moslimvrouwen met een hoofddoek hebben 4 keer minder kans om uitgenodigd te worden op een sollicitatiegesprek. Laten we er geen doekjes om winden. Jonge moslimvrouwen met een hoofddoek hebben minder kans op een stageplek dan vrouwen zonder hoofddoek. Laten we er geen doekjes om winden. 90% van de meldingen over islamofoob geweld komt van moslimvrouwen in religieuze kleding.
laten we er geen doekjes om winden. De politiek bemoeit zich met onze keuzes en doet niets tegen de uitsluiting van moslimvrouwen. Iedere vrouw is baas over haar eigen lijf, buik en hoofd. Spreek niet over mij, maar met mij. Wij spreken voor onszelf. Anderen kunnen niet voor mij bepalen wat ik draag en wat ik denk. Vrijheid zit hem in zelfbeschikking. Freedom lies in the choice. Mijn lichaam is niet jouw strijdtunnel. I raise my voice, my body, my choice. We speak. Speak, de organisatie van moslimvrouwen die deze avond mede heeft georganiseerd. Heren, hallo. Goedenavond. Bas van het ANP, Gerard van NOS. Hallo. De media, waar we het zo vaak over hebben, bestaat natuurlijk uit hartstikke veel mensen. Uiteindelijk is media maken mensenwerk. Chidem, laat ik nog één keer even terugkomen bij jou. Laten we weer die foto's er even bij pakken, zodat we weten waar we het over hebben. We hebben dus gepraat over moslima's van ver. Maar wat is dan de context waarin moslima's worden gefotografeerd? Nou ja, ik heb gekeken naar wat zijn nou de omgevingen waarin de moslima's gefotografeerd zijn. Welke omgevingen komen het meest voor? Nou, daaruit blijkt dat 94% van alle foto's zijn buitenshuis genomen. Dus niet in een thuiszitting van de mensen die zijn gefotografeerd. En de meeste foto's buitenshuis zijn. Meer dan de helft is genomen op straat. En dat is dan, hè, zoals we al zeiden, op de markt, winkelend, voorbijlopend in een wijk. En af en toe op een demonstratie. Daar zijn ze te zien. En verder valt het op dat een aanzienlijk deel gaat over moslima's die in het onderwijs zijn gefotografeerd. Dus het zijn dan wat jongere moslima's die in de klas zijn gefotografeerd. Dat is wat opviel. En een ander deel is dat ze vaak te zien zijn op een evenement. En dan zijn het vaak beurzen. Dus het is onderwijsbeurs, het is de carrièrebeurs, de halalbeurs. Die omgevingen. Dat zijn de drie meest geziene omgevingen in mijn onderzoek. Ja, Bas, dit is gegrepen uit jouw beeldbank. Herken je dit? In ieder geval daar. En we in de microfoon. Ja. Herken ik dit? Nou, ik denk serieus dat je echt een heel goed punt maakt over beeldvorming. En beeldvorming is natuurlijk iets wat in fotografie altijd speelt. Framing begint al bij wat de fotograaf maakt en hoe hij het fotografeert. Dus ik herken veel van wat je zegt, maar ik zou graag het verder wat nuanceren. Er zijn 10, zo niet 100.000 beelden van moslima's en vrouwen met een hoofddoek die niet zodanig zijn getagd. Dus dus die beeldvorming, als je dat aan de hand doet van een tag hoofddoekje of een tag moslima. Bas, zou je even willen uitleggen hoe dat dan werkt met dat taggen voor de mensen die het niet taggen, weten? Dat taggen, er moet informatie staan bij een digitale foto. Kijk, vroeger had je de foto's gewoon in een kast zitten en die verdwenen nooit. Dus dat maakte niet zoveel uit wat erbij stond. Als je dat in een digitale database laat lopen, zo'n foto, dan moeten er dingen bij staan zodat je hem weer kan vinden. En dat is dus een tag? Dat is een tag. Dus daar staat hoofddoekje, er staat moslima, er staat consumentengedrag, er staat gezondheidszorg, al dat soort tags. En daar zoeken de klanten zoeken daarop. En het is dus heel erg de bedoeling dat dat dus optimaal werkt. Ik denk zelf dat de beeldvorming van moslima's misschien in de beeldbank op basis van de tag moslima en hoofddoek heel erg, misschien ook wel een hele slechte beeldvorming is. Ik denk zelf dat het aanbod van de fotografie die wij hebben in totaal dat helemaal niet is. En ik denk ook dat die relevantie heel erg aan het verdwijnen is. Want we zijn
in een samenleving waarin allerlei, pluimage, kleuren, noem het allemaal maar op, plaatsvinden. Dus die relevantie is er wat ons betreft ook helemaal niet zoveel. Voor de klanten weet ik het ook niet. Maar bijvoorbeeld vandaag hebben we een demonstratie in Amsterdam gefotografeerd van studenten. Die graag toch gewoon in het lokaal willen zitten en niet meer op deze manier les willen krijgen. Ja, dat, en daar staan gewoon studentenprotesten. En daar staan moslima's, daar staan oudere mensen, daar jonge mensen, allemaal studenten. En het is in onze optiek ook helemaal niet relevant wie wat is. Er staan gewoon studenten te demonstreren. Dus dat staat verder ook niet verwoord. Nee, dat is nobel. Alleen uit Chidem's onderzoek is wel duidelijk dat met de tag moslima en hoofddoek dat daar dus deze beelden uitkomen. Dus is het probleem dan meer in de tagging van de fotografen? Nou, daar zal het vaak wel in zitten. En daarnaast is het natuurlijk wel zo. Eergisteren de Rijksoverheid op bezoek. En die moeten in hun beeldvorming bijna verplicht de multiculturele samenleving. Dus dat wordt dus echt uit te balanceren. Dus die zullen in hun set zullen ze ook moslima's zoeken. En hoe zoek je dan? Moslima of hoofddoek. Mm-hmm. Yeah. Zo werkt het. Yeah. Als ik in de beelden... Wij fotograferen jullie samen. Jullie zijn beide moslima. En dan zal degene met de hoofddoek, want daar zitten symbolen achter. En het werkt altijd zo met vrouwen justitia en met veiligheid zijn het de handboeien. Met de politie zijn het de zwaailichten. Met moslima's zijn het hoofddoeken en mm-hmm. vaak de hoofddoeken. Ja, en dan zitten we in een samenleving waar de moslima met hoofddoek heel weinig langskomt in de media en op tv. Ik kan het weten. Ik ben een van de weinigen met die taak. En dan kijken we dus naar, mensen hebben een inclusiebeleid. Mensen willen meer artikelen met moslima's in het algemeen. We vinden dat hartstikke nobel, hartstikke gezellig, yada, yada, yada. Maar dan leven we ook in een samenleving waar heel lang negatieve beeldvorming is. En dit is dan een voorbeeld van die negatieve beeldvorming. Hoe gaan we dit dan concreet aanpakken? Als jij zegt, klanten willen dus die tag. Of, ja, maar nu koppel je negatieve beeldvorming aan wat klanten met die foto's doen. Als je het op die manier binnen een beeldbank, wat dus feitelijk gewoon een enorme keuken is voor de eindgebruiker, de media, dan kan het natuurlijk heel goed zijn dat er specifiek op een moslima of op een hoofddoek wordt gezocht. De eindgebruiker, en dat heb je dus niet onderzocht. Je hebt gewoon in onze beeldbank gekeken. Je hebt dus ook niet gekeken hoe vaak foto's ook worden gebruikt. Dat is ook heel interessant, hè? Welke foto's worden nou heel vaak gebruikt en welke foto's worden nou nooit gebruikt? En dat kunnen ook wel schrijnende conclusies zijn. Want in de publicatie is het vaak van dik hout, zaag men planken. Mm-hmm. Maar ik denk dat jullie onderschatten hoe de media daarmee omgaat met die fotografie. Ja, kijk, waar zo'n foto uiteindelijk terechtkomt is natuurlijk weer een heel ander onderzoek. Dat is misschien een vervolgonderzoek ook interessant voor mij om te doen. Dat is een heel groot onderzoek. Zeker. Alleen, het is heel goed om te weten hoe zo'n beeldbank eruit ziet en wat het systeem erachter is. Ja. Kijk, als een vrouw met een hoofddoek wordt gefotografeerd, dan komt het in een beeldbank terecht. En fotografen die voegen daar woorden aan toe die uiteindelijk de foto een bepaalde richting op pushen. Ja. Dus zij geven al een voorzet op waar de foto uiteindelijk, bij welke zoekwoorden ze terechtkomen. Ja. En dat wordt ook niet altijd feitelijk op een goede manier gedaan. En dat is wat mij gewoon heel erg opvalt en waarvan ik denk, dat zou echt anders moeten. Kijk, als we hier kijken naar dit voorbeeld, dan zie je dat er woorden bij worden gehaald die feitelijk niks te maken hebben met deze foto. Dus het gaat over onderdrukking, salafisme, Koran. Ja. Dat zijn allemaal woorden die feitelijk gezien niet heel veel met markt, deze... Ja, hier wordt een voorschot genomen op alle mogelijke publicaties die je maar kan bedenken. Ja, maar het is dus niet onbelangrijk welke woorden er nou worden toegevoegd in die beeldbank. Absoluut. Dus dat is zeker een case. En weet je, vroeger, toen we met foto's in de kasten werkten, toen werkte dat dus echt wel zo. Dan kwam jij met je doos met foto's en dan werd dus een beeldredacteur, die ging die foto's zoeken en die besprak dat dan met jou. En dan had jij al in de donkere kamer al die keuzes gemaakt. Dus het werd
uiterst gecomprimeerd werd dat gebracht. En er werd er over elke foto nagedacht. En er werden, bij elke foto werden natuurlijk zaken gezegd. Dat is nu niet meer. Nee, want wat ik nu zie is twee vrouwen op een markt met een niqab op. Die worden gelabeld als salafist door het ANP. En nou, dat gaat mij iets te ver. Nee, het zijn geen salafisten, maar het zou... Nee, maar het wordt getagd als salafist. Ja, het zou een illustratie... Dit zou als illustratie kunnen dienen voor iemand die op... De fotograaf denkt, waar gaat de klant op zoeken? Ja. En als ze zoeken op salafisme? En hij zegt dus niet dat dit een... Er zijn fotografen bij ons die daar heel wild in doorslaan. Mm-hmm. En we hebben fotografen die daar heel goed over nadenken. En dat is een kwestie van tijd. En de fotografen die er nog eens een keer in doorslaan... die fotograferen verschrikkelijk veel en die laden heel veel in de beeldbank. Mm-hmm. En de fotografen die er echt over nadenken... Die doen dat even. En die fotografeer niet verschrikkelijk. Vullen zij dit zelf in dan trouwens? Dat weet ik eigenlijk niet. Okay. Gerard, jij bent de klant van NOS. Nieuws is ongelooflijk snel. Laat ik even teruggaan naar het concrete voorbeeld. Een van jouw redacteuren zoekt op salafist en komt uit op die foto. Is er dan tijd vanuit de NOS om te bedenken van... Nou, is dat wel een salafist of niet? En, want je vertrouwt ook deels op de fotograaf, toch? Ja, dus daar zit wel een risico in. Maar je kijkt natuurlijk ook wel van wat zie ik op het beeld? Is dit een logisch beeld voorbij het verhaal wat ik wil vertellen? Dus, maar als het op die manier getagd is, zit er wel een risico in dat het in de snelheid wel op die manier gebruikt zou kunnen worden. Ik ga er wel vanuit. Ik zou deze niet heel snel bij zo'n soort bericht gaan zetten, omdat het heel duidelijk die marktsetting is. Mm-hmm. Dus het zit natuurlijk aan twee kanten. Het is de verantwoordelijkheid van hoe het aangeleverd en getagd wordt. Maar het is ook een verantwoordelijkheid gewoon van de journalist die er dan iets mee gaat doen om wel ook de juiste foto bij het juiste verhaal te gebruiken. Dus ik denk dat het in dit geval toch nog wel goed gaat komen. Dat deze foto niet bij zo'n bericht terecht zou komen. Wat vond jij van dit onderzoek toen je het voor het eerst las? Ik vond het heel interessant natuurlijk. En het is... Want dit is de NOS? Dit is de NOS. Kijk, er staan heel veel foto's. Het is een thema waar wij heel druk mee bezig zijn. En waar we ook met het ANP over spreken. En waar we ook zelf over spreken. Over van welk beeld wil je uitstralen? Welk beeld gebruik je bij welk artikel dan ook? Ja, voor nu zijn het taalkursussen, fraude bij inburgeringsexamens, Syriërs... verplichte inburgering, Turkse nieuwkomers, ja, dit, kiesrecht. Maar, ja, maar dit zijn wel... Kijk, ik heb... Hier heb ik niet heel lang naar hoeven zoeken. Omdat ik, toen ik de foto's ging analyseren in de beeldbank van het ANP... Het ANP maakt zelf ook fotoreeksen die bedoeld zijn voor algemene berichten. Je probeert bepaalde onderwerpen te visualiseren en aan te bieden aan de media. Omdat daar veel vraag naar is. Omdat het onderwerpen zijn die veel... waar veel over geschreven wordt. Dus je wilt als beeldbank, neem ik aan, voldoen aan de vraag. Nu is er in 2018 de serie gemaakt met dat formulier. Zo zie je de invloed die je hebt als beeldbank. Dus dat je echt wel moet nadenken over wat bied ik aan... en hoe gevarieerd bied ik dit thema aan de redacties. En dan zien we bij de NOS dat daar veelvuldig gebruik wordt gemaakt... van vrouwen met een hoofddoek als het gaat om inburgering de afgelopen 2 jaar. Ja. Ja. Gerard, laten we even een positieve kant geven aan dit onderzoek. Want we hebben heel erg gepraat over hoe het verkeer gaat. Nou, weet je, salafisten, orthodox, onderdrukking. We kennen het, we kennen de tags ook. En we kennen de voorbeelden van inburgering, taalkursussen, politieinvallen, et cetera. Nou ja, mijn vraag is meer... zijn jullie daarvan bewust dat jullie veelvuldig gebruik maken van die foto's... waar eigenlijk alleen maar een vrouw met een hoofddoek op staat op de achtergrond? Moet daar niet iets meer aandacht vanuit de redactie opkomen, bijvoorbeeld? Zeker, zeker. Juist omdat je... Dit soort dingen komen bij ons ook wel in beeld en komen echt naar voren. Omdat je denkt van, gebruiken we weer die foto? En dat gaat bij dit soort onderwerpen. Dat zijn natuurlijk vaak lastig te illustreren onderwerpen ook. Dus juist daarom is dat een gesprek bij ons. Van hoe kunnen we dat op andere manieren verbeelden, letterlijk verbeelden? Dus zijn we ook zelf ook bezig om te kijken van in welke hoeken hebben wij... wat dat betreft zwarte gaten waar we gewoon niet genoeg beeld hebben om het verhaal te vertellen. Zijn we ook zelf foto's gaan maken? Zijn we met het ANP in gesprek
gegaan van... jongens, bijvoorbeeld bij bepaalde klassen hebben we gewoon een te eenzijdig beeld. Of voor bepaalde onderwerpen hebben we geen beeld wat we kunnen gebruiken. Kunnen we dat zelf maken? Kunnen we dat via jullie gaan krijgen? Dus dat gesprek is er zeker, omdat je... Nou ja, juist dit soort voorbeelden kom je ook zelf tegen. Dat valt natuurlijk zelf ook op. Van we hebben soms ziekenhuizen of berichten over zorg waar we alleen maar witte mensen bij hebben. Nou, dat is een beroep wat heel divers is. Daar willen we dus divers beeld, zodat we daarin kunnen variëren. Want het gaat juist om het variëren en om daarover na te denken. Dus de wil is er. In ieder geval, zometeen gaan we kijken naar de best practices, de concrete oplossingen die we kunnen bespreken hier aan tafel. Nu we zoveel prachtige expertise hebben. Maar even nog, voordat we naar dat derde onderwerp gaan, het woord aan onze professor. Ja, de vraag of het beter kan. Ik denk dat in elke schakel van het proces kunnen dingen beter. Hè? De beeldbanken kunnen beter, de media kan beter doen. De redactie, ik ben ook even aan het denken aan de samenstelling van de redactie. Want we zijn nu natuurlijk heel erg aan het focussen op beeldvorming. En dat vinden we allemaal belangrijk. Maar beeldvorming staat niet los op zich. Ik bedoel, zolang er discriminatie is op de arbeidsmarkt en ongelijke kansen in het onderwijs en op de woningmarkt, kan je wel met perfecte mooie beeldvorming flyers van jou, ik zal hand in eigen boezem steken, van de universiteit bijvoorbeeld, flyers waarop je allerlei verschillende studenten met verschillende achtergronden en professoren met verschillende achtergronden gerepresenteerd ziet. Maar als de organisatie dat zelf niet waarmaakt in eigen rangen, ja, dan zijn we er nog niet. Dus het kan beter op de redacties. Maar het punt is, het vraagt een grote maatschappelijke, culturele, politieke omslag. Het kan in elke schakel van dit verhaal, kan en moet het, naar mijn gevoel, beter kunnen gaan. In de zin van, moslims en islam zijn al eeuwen deel van Nederland en we moeten dringend leren om dat op een juiste manier te kunnen verbeelden, dat dit deel van Nederland is. Professor, is dit een systematisch probleem? Dit is een heel systematisch probleem. Kijk, het onderzoek wat ik nu met een heel team doe, gaat zo ver om dit onder de naam te doen van het moslimvraagstuk. En dat is een ongemakkelijke woordkeuze, want daar zit natuurlijk het jodenvraagstuk in de achtergrond. Maar daarmee wijzen we op het feit dat dit zo systematisch aan het worden is. Kijk, over het jodenvraagstuk wordt vaak gezegd, Auschwitz is niet begonnen met de gaskamers. Hè? Auschwitz is begonnen met jarenlang beeldvorming om een deel van de bevolking op zo'n manier te verbeelden dat het makkelijk werd om die te ontmenselijken en vervolgens om geweld te plegen. En daar hebben we heel veel onderzoek over. Dat is een proces van decennia en van eeuwen en dat is allemaal goed in kaart gebracht. Het onderzoeksteam dat ik nu leid vertrekt van het punt dat we in relatie tot moslims in West-Europa, in Europa, ook buiten Europa trouwens. We kunnen naar China kijken, we kunnen naar India kijken. Dat we met een moslimvraagstuk te maken hebben. Dus dat we zo een systematische problematisering van de bevolking hebben. En als we terug naar Nederland, van een deel van de bevolking, als we terug naar Nederland brengen, want dit is een groot probleem, wat kunnen wij doen? Wat wij kunnen doen is een nieuwe verbeelding, uitbeelding ontwikkelen, waarin gewoon moslims en islam deel is van Nederland, punt uit. En al eeuwen deel is van Nederland. En met deze beelden zitten we daar ver vandaan. Ja, beeldbanken kunnen beter. Ja, de media kan beter. Maar iedereen moet beter. De redacties kunnen beter. De universiteiten kunnen beter. Het is een maatschappelijke opdracht. Ja, nogmaals, media wordt gemaakt door mensen. En mensen hebben bepaalde ideeën, beelden als redacteur, als journalist, als fotograaf, als ANP maakt iedereen onderdeel van die samenleving. En in die samenleving hebben we dus te maken met bepaalde vooroordelen. Nu is het natuurlijk ook goed om positieve voorbeelden te geven tegen al die negativiteit aan. Een van onze kijkers bij de livestream zei, kan het ook positief zijn dat er meer vrouwen met hijab in de media te zien zijn, dat dit zich doordrekt naar andere algemene nieuwsonderwerpen. Ik kan zeggen, als een moslima die in de media is, dat ik vaak op Twitter toch tegenkom, wie heeft haar uit het inburgeringslokaal laten ontsnappen en dat soort dingen. Dus we moeten naar meer representatie, denk ik, in positieve context. En dat gebeurt al in het buitenland. Want Chidem, jij bent een heel goed voorbeeld tegengekomen van een beeldbank die wel aan
laten we zeggen, progressievere tagging doet. Ja, dit, de beeldbank Getty Images, het is een internationale, hele grote beeldbank natuurlijk. Zij hebben in 2017 de handen ineengeslagen met MuslimGirl.com. Dat is de grootste online platform in de VS voor moslima's. En zij zijn een samenwerking aangegaan om actief de stereotyperende beeldvorming rondom moslima's tegen te gaan door nieuwe beelden te produceren die juist wel een andere kant van het leven van moslima's laat zien. En een ander groot verschil met Getty Images is... Getty Images is natuurlijk een heel grote beeldbank. Zij kunnen al bij de voordeur controleren wat er binnenkomt in de beeldbank. Dus zij, als een fotograaf iets wil uploaden, dan wordt dat meestal gecheckt. Dus hè, je checkt wat voor woorden eraan worden toegevoegd. Je checkt wat voor foto's er zijn en of dat niet te veel is, te lang is, of daar mening in zit. Dat is een hele belangrijke schakel als je wil voorkomen dat je beelden een bepaalde richting op worden geduwd, of als je wil voorkomen dat ze weer opnieuw terechtkomen in een soort bubbel aan woorden van stereotyperingen opnieuw. Pas, heet het ANP een soort van check aan de voordeur? Ja, die hebben we wel, maar... Zou je iets dichter bij de microfoon? Ja. Die hebben we wel. Maar die hebben we wel. Ik kom er zo even terug. Ik wil toch heel even op dat Getty inzoomen, als het oké okay is. Zeker. Ja? Want er is ook een Getty-foto gebruikt bij jouw artikel bij NRC.nl. Er is ook een foto van hoe het moet. Hoe het kan. Hoe het kan. We vergelijken hier, appels met peren. De foto die in NRC staat, is een foto die komt van een Zweedse productiemaatschappij. Die is heel succesvol. En wat die doet, is die maakt modellenproducties. De foto's die je net laat zien, zijn modellenproducties. Dus dat zijn mensen die worden als agentschap, vanuit agentschappen geboekt. Mm-hmm. Er wordt een scenario gemaakt. Er wordt vervolgens... visagie komt erbij, styling komt erbij, er wordt uitgelicht, er wordt een storyboard. Stokfoto, toch? Dit zijn echt stokfoto's. Ja. En je moet daar wel heel voorzichtig mee omgaan als je die twee dingen door elkaar gaat gooien. Want wat wij doen, wij registreren gewoon het beeld op straat. Maar is het niet dat jij net zei dat... Ja, dat is niet het enige wat het ANP doet. Jullie hebben ook model-released beelden. Ja, dus ik heb bij mijn analyse ook beelden gezien van moslima's die in een burkini op het strand model-released poseren eigenlijk. Zeker. Dus jullie maken ook reclamebeeld. Ja, dat staat er heel uitdrukkelijk bij. Maar zodra je het beeld van hoe het moet... gaat illustreren aan de hand van een stokfoto, dus met modellen en wat vandaag in NRC is gebeurd. En je zit tegenover al die fotografie die wij op straat maken, het dagelijks leven. Nogmaals, er zijn honderdduizenden foto's waar niet de tag moslim of hoofddoekje bij staat. Want het... Maar moet dat dan wel? In de zin van, ik kan me voorstellen dat als ik een fotograaf was, hè, en ik ging, ik rolschaat soms af en toe op straat. Is het dan niet positiever om mij dan ook te taggen met moslima... in plaats van alleen maar rolschaatsen buiten fitness? Sure. En als het kan, komen we je morgen fotograferen op de rolschaatsen. Want dat is natuurlijk ook best wel... We zijn natuurlijk aan een stuk door op zoek naar die thema's. Maar nog heel even, als je dit soort fotografie gaat vergelijken met de straatfotografie, waarin dus een fotojournalist aan de gang is, tegenover een commerciële fotograaf die modellen huurt... Hè, dus mm-hmm. Die man is niet de man van die vrouw. Die vrouw is niet de vrouw van die man. En die kinderen die komen ook ergens anders vandaan. Maar gelukkig heb je genoeg getrouwde moslimstellen. Moeten we dan gewoon niet die fotografen gewoon actief zeggen... Hey, ga eens daar naartoe? Dat is deel 2. Ja. Maar dat is het gesprek wat wij ook hebben. En wat wij ook aan het doen zijn. Dat we aan het zoeken zijn naar... dat we het beeld van Nederland zoals het is willen we vangen... in onze databank, in de databanken van het ANP. Dat is het gesprek, dat is de zoektocht die je mm-hmm. hebt... om ervoor te zorgen dat je dus die juiste beelden hebt. Maar dat is ook waarom ik dit onderzoek heb gedaan. Het is niet zo, Bas, dat ik tegen jou zeg... ja, het ANP moet ook dit soort foto's maken. Het is meer er is iets geactiveerd en zij zijn nu iets aan het proberen om dat beeld echt te veranderen. Dus het zou gewoon nodig zijn om na te denken over hoe verbeelden wij bepaalde onderwerpen. Misschien hoe verbeelden wij moslims in onze beeldbank? Ik ben het zo beeldbank. Ontzettend met je eens. Maar je moet wel, hoe doe je dat op straat en in de winkels en in de scholen en bij de universiteiten, bij de demonstraties
En hoe doe je dat dan, zeg maar, met een commerciële productie? Want zo'n productie kost een paar duizend euro, hè? En dat maar het kan dus ook gratis. Je moet alleen maar de mensen kunnen vinden. En laten we dan appels met appels vergelijken. Gerard, jij als klant, Bas, jij als aanbieder van de foto's. Dat is best heel moeilijk. Wat zijn concrete dingen? Ik kan je zo een lijst geven zo meteen. Graag. Waar je mensen kan vinden die je bij zo'n... Dat is echt heel moeilijk. Bij zo'n Spotify breid muziek aanbieding aan. Whatever. Een nieuwe popcultuurconventie komt naar Amsterdam. Kan niet. Waar zijn die foto's te vinden? En hoe kunnen jullie regelen dat daar ook actief wordt gezocht op... Dus niet alleen maar alle negatieve beelden. Maar dan ga je zoeken naar gewoon een representatief beeld wat je daarbij kan gaan gebruiken, mm-hmm. natuurlijk. En dan gaat het erom dat je dus verschillende foto's hebt om uit te kiezen. Mm-hmm. En dat je kan kiezen van ik wil nu dit beeld daarbij gebruiken en dat beeld erbij. Dat is wat je dan moet gaan doen. Mm-hmm. Dus dat hangt dan niet eens bijna meer op tagging of welke woorden je eraan geeft. Maar het zorgen dat het aanbod gewoon heel breed is. Ja. Dat is de klus. En dat is wat ze bij het ANP ook aan het doen zijn. Na vragen van heel veel klanten, denk ik. En ook van ons. En dat is wat wij zelf ook gaan doen zijn. Omdat we ook voor het beeld wat we op tv bijvoorbeeld gebruiken. Daar speelt hetzelfde natuurlijk. We hebben ook heel veel stokbeeld of beeld wat we ter illustratie gebruiken. Nou, daar merkten we gewoon. Daar lopen we tegen grenzen. Hebben we bijvoorbeeld ook, als je het hebt over straatbeeld. Hebben we te veel straatbeeld uit Amsterdam. Maar te weinig uit Kampen. Weet je, daar gaat het natuurlijk ook bij ons over. Over dat je zo breed mogelijk beeld wil laten zien. Net zoals dat straatbeeld wat ik net al aangaf. Het NOS-journaal. Heeft over mondkapjes, dan heb je beeld van Plein 4045. Dat was alleen maar met gesluierde mensen. Kijk ik op Twitter, staat er NOS laat alleen maar Amsterdam zien met moslims. Volgende stap, de rest van Nederland. Is dat dan ook een schakel die de redactie doet met... hey, misschien gebeurt dit als we dit beeld gebruiken? Ja, natuurlijk. Dat soort dingen gebeuren. Maar gewoon, het is gewoon ook onze opdracht om gewoon Nederland te laten zien zoals het is. En daar hoort dus bij dat je niet alleen Amsterdam laat zien als je straatbeeld laat zien. Omdat dat ook misschien nog weer allerlei associaties kan oproepen. Maar het begint veel eerder. Het begint ermee dat je gewoon op andere plekken moet zijn dan alleen Amsterdam. Maar dus ook niet alleen moslima's die langs zijn bij de H&M. Zoals we vaak zeggen. Nee, natuurlijk niet. H&M-tas. Of met een tas van de Action. Van achteren of dat soort dingen. Ja. Ook daar zit nog wel... want dat is natuurlijk iets wat je bij heel veel portretten en straatbeelden ziet. Of mensen die je gewoon op foto's laat zien bij... foto's die ter illustratie zijn, die zijn vaak anoniem. Dat is niet alleen natuurlijk bij moslima's of... deze foto's waar we het nu over hebben. Wij gebruiken natuurlijk ook heel veel anonieme foto's van iedereen. Omdat je soms het gebruikt bij een onderwerp waar diegene niet per se mee te maken heeft. Mm-hmm. Dus wil je ook zoals zo'n inburgeringscursus. Ja, natuurlijk, ook die. Maar, dat is bij heel veel talloze onderwerpen. Dat je zegt van ja, je wil daar toch een iets anoniemer beeld bij hebben. Mm-hmm. Van wie dan ook. Omdat anders gaan mensen klagen van ja, maar mijn foto wordt nu gebruikt bij iets waar dit helemaal niet over gaat. Of waar die foto niet bij gaat. En bij moslima's dus speelt natuurlijk op alle vlakken. Bij moslima's heb je dan dat die achterkant niet zo anoniem is, omdat je dan al gelijk de link maakt met mensen. Ja, je bent onherkenbaar. Hè? Dus er is een reden waarom we zoveel straatfotografie hebben en zo weinig binnen zijn. Mm-hmm. We zouden niets liever dan binnen, maar de toestemmingen om binnen te fotograferen zijn heel anders dan buiten een foto maken. En het is echt zo, tegenwoordig, we hebben dagelijks een aantal mensen die zeggen... ja, je hebt me gefotografeerd, dat wil ik niet. Ja. Ja, dat is het probleem. Wij zijn dus ook voor die beelden en de dingen die we zijn gaan maken... om een breder beeld neer te kunnen zetten... hebben we heel veel moeite moeten doen om in ziekenhuizen... of in bij scholen binnen te komen om daar dit beeld te maken wat we missen. Ja. En dat is gewoon, ja, en dat snap ik ook weer, omdat mensen natuurlijk zijn zich heel bewust van oké, waar komt dit terecht? En Laat ik dan gelijk een oproepje doen. Ben jij een moslim en kijk jij naar deze livestream en denk jij, weet je wat, ik vind het hartstikke gezellig. Ik ben dokter, ik ben advocaat, ik ben kunstschaatser. Laat het weten aan Speak. En misschien kan jij jezelf terugvinden bij een positief nieuwtje door de NOS of Nu.nl of AD of wat dan ook. We hebben een vraag van Max. Voelen Bas en Gerard de urgentie die Sarah heeft geduid, waarin moslims dus stelselmatig negatief worden afgebeeld, dat media daar een rol in hebben gespeeld, tussen haakjes, bij ook opkomst van rechts, en dat zij nu daar ook iets in moeten doen? In de zin van, voelen jullie die zwaarte en verantwoordelijkheid om dus extra op te passen, omdat er al zoveel negativiteit speelt rond het beeld van moslims in Nederland? Je moet heel alert zijn op framing. Heel, heel alert. En het is inderdaad zo dat als Geert Wilders over een volle tak... Volle tak.
kopvoddentax begint, dan heeft de media daar illustratie voor nodig. Dus dan wordt er heel veel hoofddoek getagd. Ja. Misschien zelfs wel kopvoddentax. Tax. Ik kan het echt niet eens uit mijn mond, sorry. Maar waar ik dus heel graag naartoe wil, wat jij net doet, is inderdaad fantastisch. Want als ik jou mag vragen, je bent gaan kijken in onze beeldbank, je bent gaan onderzoeken en ondertussen heb je je camera even aan de kapstok gehangen. Pak die camera. Laat ons dan zien hoe je het wel in beeld moet brengen. Ja, maar waarom wordt de verantwoordelijkheid nu bij mij gelegd? Jullie hebben als ANP een enorme verantwoordelijkheid. Jullie bedienen 95% van de Nederlandse media, waaronder de NOS. Ja. Er zou een sensitiviteit moeten zijn. Er zou een verantwoordelijkheidsgevoel moeten zijn. Maar die is er ook. Om daar iets meer over na te denken. Ja, en toch zag ik die tag met zalle vis genoeg. Ja, maar, en toch zeg je, er sluipen allerlei zeker, problematische... Omdat dat een thema salafisme, de fotograaf en wij natuurlijk, want wij zijn natuurlijk verantwoordelijk. Dat er fotografen waren die daar ook een beetje in doorslaan. Is daar een soort van rode kaart systeem voor? In de zin van... Ja. Nou, iets anders, maar ja. Hoe gaat dat dan als jullie een fotograaf tegenkomen die soms een beetje te creatief is met de of dingen doorslaat, die bij een foto doet? Gaan we het hem of gaan we dat dus doornemen allemaal, dus over verantwoordelijkheid gesproken. Of er komt een knip in te zitten. Of we stoppen. Ja. Dat gebeurt ook. Nee, ik leg niet de verantwoordelijkheid bij jou neer. Nee, als jij wil dat wij moslim en moslimvrouwen, moslima anders... Het is een journalistiek-ethische kwestie, hè? Also, gaat het nu volgens de journalistieke mate voldoende? Gerard, jij als NOS hebt natuurlijk als Nationaal Nieuws dat heel hoog zitten. De journalistieke eet, dingen zo goed mogelijk, zo objectief mogelijk brengen. Denk jij dat dat nu kan, dus nu dat we erachter zijn gekomen dat er zo'n gat is in het aanbod? Ja, natuurlijk. Omdat we daarmee aan het produceren zijn. En daar ook dus bewust over spreken van... is dit de logische foto om bij dit onderwerp te gebruiken? En dat gaat over de foto's waar we hierover spreken vandaag. Maar dat gaat over alle foto's. Dat je bij iedere keer gaat bedenken van... is dit het juiste beeld om te illustreren wat ik wil vertellen? Want er kan stereotypering in terechtkomen. Je kan iets uitstralen wat je misschien niet bedoelt... maar wat het wel het effect kan hebben. Dat is natuurlijk... Jullie daar dan achter? Want we hebben nu gezien dat jullie veelvuldig eigenlijk dezelfde beelden gebruiken bij inburgering. En we zien eigenlijk vrijwel heel veel vrouwen met een hoofddoek bij berichten over inburgering. Dus hoe signaleren jullie dan, oh ja, dit is eigenlijk toch wel een blinde vlek. Is dat op het moment dat ik nu iets zeg? Is dat op het moment dat we nu hier zitten? Of zijn er mensen op de redactie die... Ook. Daar af en toe een check uitvoeren. Het zijn mensen op de redactie. En we hebben natuurlijk een hele grote buitenwereld die heel dichtbij is. Namelijk alles via social media. Daar worden we natuurlijk ook op al dit soort dingen worden we gewezen. Ja. Daar komen ook dit soort vragen en problemen en issues komen naar voren. Van jullie zetten nu steeds deze foto daarbij. Dus dat komt van heel veel kanten komt dat. Mijn laatste vraag... Ja, weet je, dat is kritiek. Daar zijn we op zich niet blij mee. Want je wil het liefst zo goed mogelijk doen. Maar aan de andere kant, dit soort kritiek is ook heel nuttig. Omdat het, als je het zelf niet verzint... dan is het fijn als anderen je er in ieder geval op wijzen. Mijn laatste vraag is eigenlijk, kijken jullie ook... Want we leven in een samenleving die hyper bezig is met inclusie. Maar wordt er ook gekeken naar, maar wat... Moslima's, wat is daar de beeldvorming van zwarte mensen? Wat is daar de beeldvorming van boeren? Wat is daar de beeldvorming van? Of is het gewoon, we proberen het allemaal zo goed mogelijk te doen... en alles is inclusie en diversiteit? Zwa. Dat vind ik een beetje een hele brede vraag wel. Ik denk toch meer het laatste. We zijn niet per groep bezig om te kijken. Het gaat ons meer om van op welke terreinen hebben we dus te weinig beeld? Of vallen we steeds in hetzelfde beeldgebruik? Maar ik heb het aan de voorkant. Hè? Ja. Van zo'n redacteur zit daar. Is zo'n redacteur zich er dan van bewust dat inburgeren en moslima's een constante samentrekking is in de samenleving? Nou, misschien op dit specifieke thema niet, maar op sommige thema's weer wel. Komt ook gewoon omdat je dan zelf op bepaalde momenten ziet van... die foto heb ik heel vaak gebruikt. Dus we kunnen het ook in ons systeem zien... of een bepaalde foto vaker naar voren komt. Dus dan zitten er natuurlijk heel veel triggers in... dat je al kan denken van dit wordt ook gewoon een platgetreden foto... die zijn effect niet meer kan hebben. Laten we dan afspreken dat we iets vaker die triggers aandoen bij iedereen... Dat we iets actiever gaan nadenken dan over specifieke beeldvorming. Chidem, dank je wel in ieder geval voor je onderzoek specifiek over moslima's en beeldvorming. Heren, bedankt dat jullie zijn aangeschoven.
Nogmaals, vind je het gezellig om op de foto te gaan door de AMB? Heel graag. Bas is heel blij met je als je dat zou willen doen. Heel graag. Laten we dan ook geen hoofddoeken meenemen voor iemand. Laten we dat meteen stoppen. Gerard ook, dankjewel. En jullie hartelijk dank voor het kijken. Wil je dan meer weten over moslima's en beeldvorming? Ga dan naar Speak. Nogmaals, je kan het onderzoek van Chidam downloaden. En als de NOS iets doet waarvan je denkt, hey, stuur een DM. Wat ja het hoor, werkt. Ja, ik ben gewoon te twitteren, te instagrammen. Zoek het op. We staan er heel graag voor open. Super. En ik was Samir Hafsaoui en jullie waren jullie. Fijne avond. Dag!